Derk Lucassen kwam deze zomer over van AZ. Op het trainingskamp maakte hij kennis met de groep en trainde hij mee. En inmiddels kent hij PSV nu dus vrij aardig. Alhoewel het op sommige vlakken nog even wennen is. Ik ben nu een weekje of vier of zo hier. En het moet er nog steeds inkomen. Het moet nog allemaal groeien. En ik wil ook dat zo snel mogelijk alles gebeurt. Het moet nog allemaal groeien. Maar natuurlijk is het al wat meer dan in het begin. Dat sowieso. Gewoon het vertrouwen, het gevoel, alles eigenlijk. En het gaat al goed, het gaat al beter. Ik denk naarmate de tijd dat het nog allemaal wat beter wordt, denk ik. Is het zeg maar zo dat als je in de auto zit, dat je nog steeds je navigatie naar de hertgang moet instellen? Ja. Ja. Nog steeds? Ja, nog steeds. Ja. Hoe komt dat dan? Ja, ik weet niet. Als ik het niet doe, dan rij ik verkeerd. Kom ik niet op tijd op de training, dus ik stel hem nog steeds in. Dat soort dingen. Naarmate de tijd gaat dat ook sowieso. Kan ik zo'n navi door Eindhoven rijden. Bij AZ speelde hij meer dan 60 duels en daar groeide hij uit tot vaste waarde in het team van trainer John van der Brom. Maar bij PSV begint hij weer van vooraf aan, met nieuwe mensen en op een ander niveau. Ik denk dat de intensiteit wat hoger is. Ik denk dat je nog meer betere spelers om je heen hebt en dat maakt het wel anders, ja. Ja, ik denk bij AZ, John van den Brom was wat meer aanwezig, denk ik. En, ik denk Philippe Cocu is wat rustiger, denk ik. En dat merk ik wel, dat is een verschil, denk ik. Natuurlijk heeft Lucas ambities, maar hij blijft bescheiden. Zeker ook omdat hij zijn debuut voor PSV in de competitie nog moet maken. Ik heb niet echt van, ik wil dit en dit een rol. Ik wil gewoon lekker gaan spelen en dan groeit het en dan zie ik wel waar het schip strandt. Zou je wel meer een leiderstype willen worden? Nou ja, ik heb dat wel in me. En de laatste tijd bij mijn oude club AZ groeide het ook. En ja, ik moet zeggen, ik heb dat wel in me. Maar het is niet zo dat ik hier een leidersrol kom nemen of zo. En dat wil ik ook helemaal niet. En dan nog even kort over zondag. Wat weet Lucas van tegenstander NAC Breda? Omdat ze vorig jaar ook niet in de Eredivisie speelde, ik weet er niet veel van, moet ik eerlijk zeggen. Ik denk dat wij het spel moeten gaan maken, denk ik. Ik weet niet hoe NAC speelt. Maar ik verwacht dat wij al veel balbezit hebben. Dus ik denk dat wij het spel moeten gaan maken bij NAC. En dat lijkt me ook geen ploeg die open huis gaat houden. Nee, ik denk het niet. Ik zou het niet weten, maar ik denk het niet. Ik denk het niet inderdaad. Zondagavond rond de klok van 6:30, dan weten we meer. En ongetwijfeld hoopt Lucas dan zijn debuut te hebben gemaakt voor PSV in de competitie.